Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 6 juni van Weerplaza. Vandaag hadden we te maken met een kleine stormdepressie te herkennen aan de krul in de bewolking boven de Noordzee. Ook vanavond waait het nog flink vanuit het westen, stormachtig aan zee, windkracht 8. Het is wisselend bewolkt en er vallen een aantal buien mogelijk met onweer. Vannacht valt er ook nog een enkele bui, maar in het zuidoosten klaart het vaker op en de temperatuur daalt naar 11 tot 13 graden. De wind waait stevig door. En morgen waait het eerst ook nog flink, maar in de loop van de dag neemt de wind in kracht af. Verder is het vaak bewolkt in het noorden en het noordwesten van het land met perioden met regen. Maar later op de dag knapt het van het zuidwesten uit op. Donderdag, vrijdag en zaterdag valt er ook nog een enkele bui. Donderdag wordt het warm met 20 tot 25 graden. Vrijdag is het tijdelijk weer minder warm met 19 graden. Maar zaterdag wordt het opnieuw boven de 20 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.